Wat voor pilletje zit erin? Nee, dat ga ik allemaal niet vertellen. Ja, ik blijf gewoon vragen hoor. Iedereen die reist, heeft er een bij zich. En vandaag mag ik schaamteloos nieuwsgierig zijn. Ik ben heel benieuwd, welk verhaal vertelt de tas? Meneer, goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Ja, ja. Een gekke vraag hoor. Ja, het is raar om te ontwaken met een camera op je gezicht. Ja, snap ik. En heb ik ook nog een rare vraag. Ja. Namelijk, mag ik in uw tas kijken? Nee. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Nou, zeg het maar. Mag ik heel brutaal in uw tas kijken? Jawel. Ja, het mag. Leuk. Nou, daar gaan we. Spannend. Even kijken. Ja, dat is niet voor jou. Ja, dat snap ik. Kijk, ik graai gewoon graag. Het belangrijkste is dit. Het is een wandelroute. U gaat wandelen? Ik ga wandelen met een vroegere middelbare schoolvriendin. Ik heb een fles water altijd mee. Meestal heb ik ook een dingetje dropjes mee. En waar praat je dan over bij? Ja, over van alles. Over nu niet meer werken, dus een hele nieuwe fase. En, sinds hoe lang? Sinds 2 jaar. En hoe bevalt dat? Ja, nu heel goed. In het begin moet erg wennen. Ja. Wat was er moeilijk aan? Dat je geen structuur meer hebt. En ook niet de contacten met de collega's. Hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Nou ja, ik heb nog een heleboel creatieve dingen waarmee ik graag werk. Dingen met wol en schilderijen van wol. Zit toevallig eentje in de tas? In de mobiel. Mag ik inzoomen? Ja. Prachtig. Dat geeft dan een beetje structuur. Niet echt als werk, maar wel als houvast. En wat miste er dan aan structuur? Wat mis je dan? Eigenlijk het verschil tussen de werkdagen en de vrije dagen. Ook de zinvolheid en ja. Ik ben nog even benieuwd wat er nog meer in zit. Mag ik heel brutaal gewoon graaien? Want dat vind ik altijd het leukst. Even kijken wat ik hier... Dit is een tablet volgens mij. Oh, een e-reader. En is er iets in die tas wat heel erg persoonlijk is voor jou? Nou, dit is per ongeluk een heel mooi doosje. Dat vind ik zelf heel mooi, maar er zit een pilletje in. Wat voor pilletje zit erin? Nee, dat ga ik allemaal niet vertellen. Ja, ik blijf gewoon vragen hoor. Om jou te vertellen. Nee, zeker niet. Jij gaat lekker wandelen met je vriendin. Hoe lang ken je er al? Vanaf mijn 12e. Dat is echt lang. Ze is nog maar net met pensioen. Gaan we dus wat vaker wandelen. Ja. Mooi, nou maken we een mooie tocht van. Ja, dankjewel. De stilte van het pensioen inkleuren met kunst. Dat doet ze goed. Soraya Hermina Akke. Akke is dat Fries? Ik heb geen idee. Ik mensen weten ook niet dat ik zo heet. Maar nu dus wel, hallo. Ja.